Een van de talrijke opleidingen bij Sintra West is die van copywriter. En bij mij in de studio oud-cursist Annick Vermeulen, welkom Annick, en docent Guy de Meulenare. Kunnen jullie jezelf even voorstellen, Annick? Ik ga bij jou beginnen. Ja, ik ben dus Annick. Ik heb de opleiding gevolgd van 2016 tot 2018. Ik was toen al aan de slag als vertaalster en ik wou eigenlijk mezelf een beetje uitdagen. Want als vertaalster krijg je altijd de teksten aangeleverd en dan maak je daar iets anders van. En ik wou eens zien wat het witte lege blad met mij zou doen. Dus vandaar de keuze om voor copywriting te gaan. Ook omdat ik gepassioneerd ben door taal, dus dat lag allemaal wel. Allee, het was een logische keuze. Mm-hmm. Oké, okay. Guy, en hoe zat het bij jou? Wel, ik was al een jaar of 10 copywriter toen ik in 2004 gevraagd werd om les te komen geven op Sintra. Ik was eigenlijk een docent die op het laatste ogenblik niet kon. En een beetje schoorvoetend dacht ik van ja, dat is wel iets voor mij. En ja, ben daar dan mee gestart. Dus eigenlijk ben ik iemand van het eerste uur. Mm-hmm. Dus wat ik al zei, september 2004. En we zijn dus vandaag, denk ik 17 jaar verder. Hè, dus het is een mooi parcours tot nu. Ja. Okay. Klopt het dat die opleiding heel praktijkgericht is? Ja, eigenlijk de filosofie die we hanteren is toch dat elke cursist die start, dat hij toch klaar moet zijn op het einde van de rit om volledig zelfstandig de markt op te gaan. Er moet iemand zijn die succesvol wordt, die het is. Hoe doen we dat in de praktijk? Er is natuurlijk aandacht voor theorie, maar we gaan zeer praktijkgericht gaan lesgeven. We gaan cases gaan analyseren, we geven concrete opdrachten, echte real-life opdrachten. Allee, het mooiste voorbeeld is eigenlijk nog dat de eindproef een echte opdracht is. Dus een briefing van een vereniging, een organisatie, een bedrijf. Die de cursisten dan tot een goed einde moeten brengen en eigenlijk zo tonen dat ze klaar zijn om, om de markt op te gaan. Mm, oké. Okay. Annick, je vertelde al dat je zelf al als zelfstandig vertaalster aan de slag was. Heeft de opleiding copywriter jouw ondernemerschap dan nog beïnvloed? Zeker, aangezien dat ik samen met mijn man dan in 2018 een bedrijf opgericht heb, Letters & Pixels, dus waar ik voor het woord, alles rond het woord zorg en mijn man alles wat met beeld te maken heeft verzorgd. Dat idee is gerijpt doorheen de opleiding. Ik zag in een keer het licht van, eigenlijk hebben we wel iets moois samen, ik alles met woord, mijn man alles met beeld, dus in die combinatie voor kleine bedrijven, ook grotere bedrijven, dat we daar wel iets moois in handen hadden. En om dan even terug te keren op het praktische. We sukkelden zelf nogal met het vinden van een naam. Dus effectief in de les zijn we met alle cursisten, Engie, op zoek gegaan naar de naam Letters & Pixels. Dus het is inderdaad wel echt uit het leven gegrepen. We konden zelf ook met onze eigen vragen terecht en dan werd er rond gewerkt. Dus vandaar was Letters & Pixels dan ook geboren. Mm-hmm. Oké, okay, mooi. Guy, de opleiding is ook voor een deel vernieuwd en meer op maat van de cursist. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, klopt. Ik denk 2 jaar geleden is het eigenlijk het is compacter geworden. Mm-hmm. Net iets meer in modules ook, eigenlijk van de volle 2 jaar naar 1,5 jaar. Waarbij we eigenlijk bijna op maat gaan de mensen begeleiden. Dat start eigenlijk met een intakeproef die ons in de gelegenheid stelt om te kijken wat is het niveau, waar staan ze. Dus heb je al 10 jaar ervaring of heb je nog geen ervaring? Wij kunnen wel vaststellen op basis daarvan. We gaan dan zeer uitgebreid feedback geven. Er is eigenlijk ook gedurende de opleiding, ik denk een moment of 3, 4, hangt er een beetje vanaf dat er tijd wordt gemaakt voor persoonlijke coaching. Wat ook nieuw is het aspect e-learning. Hè. Dus het is niet meer zo dat het gewoon even naar de campus komen is en dan thuis wat kijken. Nee, er wordt echt wel een individueel traject bekeken van wat kun je thuis nog doen om beter te worden. En dan eigenlijk ook wat ik daarnet ook al aanhaalde met die eindproef. En ook nog eens zeer specifiek op naar bedrijfsvoering toe. Hè. Wat moet je doen om alle troeven in handen te houden, om ervoor te zorgen dat je het goed doet. Dat werpt zijn vruchten af. Ik vind ook dat die bijsturing van die formule echt wel succesvol is. Dus. Mm-hmm. Ja. Voor mensen die de opleiding zouden willen volgen, welke tips heb je nog? Filosofie is toch een beetje sharing is caring. Ik zit bijna 30 jaar in het vak, we delen alles. Hè. Je leert gestructureerder werken, je leert creatiever denken. Je gaat echt wel gaan kijken van hoe moet ik de zaken gaan aanpakken. En uiteindelijk, zelfs al word je geen copywriter, dat schrijven of dat beter schrijven, die schrijftechnieken die je aanleert, die komen je in het leven overal en altijd van pas. Dus
doen, zou ik zeggen. Ja. Oké, dankjewel Guy, dankjewel Annick. Voor alle informatie kun je terecht op sintrawest.be.